organisatie Nederland is begonnen in het laatste kwartaal van 2021. Toen zijn we begonnen met het kwalitatieve onderdeel, gevolgd door het kwantitatieve onderdeel wat in het eerste halfjaar van 2022 is begonnen. Onze aanpak en de intentie om onze ambitie waar te maken, dat was natuurlijk de inzet om te gaan kijken hoe we de behoeften en wensen van mensen met een schildklieraandoening zo goed mogelijk kunnen behartigen. We krijgen natuurlijk continu al signalen uit het veld, vanuit onze besloten Facebookgroep, open Facebookgroep. We krijgen e-mails, we spreken zo'n 1500 mensen per jaar via de schildkliertelefoon. En daarnaast hebben we natuurlijk al onze bijeenkomsten georganiseerd door onze vrijwilligers, zowel online, zeker tijdens corona, maar gelukkig ook weer fysiek. Dus dat zijn de signalen die we altijd krijgen, maar echt data verzamelen vanuit ons achterban, dat was lang geleden. De laatste keer was in 2012. Enkele van u herkennen dat wellicht nog. Dat heette de kwaliteitscriteria schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief. En met die data hebben we ook eigenlijk vrij lang gewerkt en gekeken naar wat zijn de belangen, wat speelt er in onze achterban. Maar goed, die resultaten zijn uiteraard veranderd. De tijdsgeest is veranderd. Kwaliteit van leven is natuurlijk heel erg belangrijk geworden. Het gaat niet meer alleen om die aandoening, maar het gaat over alles wat er speelt rondom een patiënt. Er is veel meer aandacht voor eigen regie, voor zelfmanagement. En natuurlijk ook het samen beslissen speelt een grote rol. Dus dat was voor ons belangrijk om mee te gaan nemen in het onderzoek. Naast uiteraard de digitalisering die de afgelopen 10 jaar, dus van 2012 tot 2022, is opkomen zitten. En veel meer ook in de gezondheidszorg werd toegepast. De opzet van het onderzoek. We deden wat ik net al vertelde, een kwalitatief onderzoek in het laatste kwartaal van 2021. Daarbij wilden we echt diep ingaan per patiënt over kennis, houding en gedrag staat hier. Maar ook echt, hoe voelt u zich nu? En als u terug gaat kijken, wanneer zijn uw klachten begonnen? Vaak vage klachten, niet meteen gediagnosticeerd. Wanneer kwam dat moment van diagnose? Wanneer bent u goed ingesteld of behandeld? En hoe voelt u zich nu? En hoe is de kwaliteit van leven nu? Dat hebben we gedaan door 40 interviews uit te laten voeren van 60 minuten. Dat is behoorlijk wat. En daar hebben we ongelooflijk veel informatie uit gekregen. De 40 mensen die geïnterviewd zijn, daarvan zijn er 23 komen uit onze groep voor natuur. En 17 hebben zich aangemeld naar aanleiding van onze oproep via verschillende social media. En waar het natuurlijk om ging is, wanneer en hoe gaat het met u? Wat is er gebeurd en hoe voelt u zich? Vervolgens het kwantitatieve onderzoek, waar we dit jaar mee begonnen zijn. Daarbij hadden we een oproep gedaan, ook via de website en via de social media. En we hoopten totaal zo'n 1000 aanmeldingen te krijgen. Het werden er 1248 via SON en 406 via het eigen consumentenpanel van het Marktonderzoekbureau. Dit hele onderzoek is voor ons uitgevoerd door Samhealth, een hele professionele partij in de gezondheidszorg die al zo'n 15 jaar dit soort onderzoeken doet. Goed, dan gaan we door. Even heel belangrijk om te vermelden. De mensen die meegewerkt hebben, de respondenten, zeker vanuit SON, is een groep patiënten waarbij je mag verwachten dat ze zich herkennen in de problematiek waar dit over gaat. We moeten natuurlijk niet vergeten dat er gelukkig ook 80% is van die hele grote groep mensen die een schildklieraandoening hebben, waar het goed mee gaat, die goed behandeld zijn, goed ingesteld zijn en die eigenlijk weinig tot geen effect ervaren in hun dagelijkse kwaliteit van leven. Dat betekent dat de respondenten die meewerken aan dit onderzoek, dat vrijwel iedereen daarvan ervaring heeft, soms zelfs nog tot de dag van vandaag, met de problematiek die heerst. Dus dat vertekent het beeld van de uitslagen. We gaan zo meteen ook zien dat er vrij kritisch gereageerd wordt op de zorgverleners. Daar wil ik ook nog specifiek nu bij benoemen, dat er natuurlijk bij een veel grotere groep heel goed gereageerd is door de schildklieraandoening. Doet niet af dat elke patiënt waar het niet goed bij gaat en is gegaan, vraagt omdat wij daar als schildklierorganisatie Nederland wat aan gaan doen en dat we dat oppakken. Als er niets wordt gezegd over specifieke groepen, en dan bedoel ik op aandoeningsniveau, dan is er ook niets specifieks uitgekomen. Want u zult zo zien dat in de groep die meegewerkt heeft, ook de verschillende aandoeningen vertegenwoordigd zijn.
De opzet, nou, zoals ik al een beetje vertelde, de kwalitatief onderzoek, de 16 mensen die thuis zijn geïnterviewd en de 24 mensen die online zijn geïnterviewd. Dat was een combinatie, speelde natuurlijk nog deels in corona. En dat was verdeeld op aandoeningsniveau naar 11 patiënten met een hypothyreoïdie, 10 met een hyperthyreoïdie. Schildklierkankerpatiënten waren de 11 die meededen. En de overige bestonden uit 5 patiënten met een bijschildklieraandoening, 3 patiënten met een CHT-aandoening. En dat waren zowel ouders met kind als volwassen CHT-patiënten. Nou, dan nog even de verdeling man-vrouw. Waarschijnlijk heel herkenbaar. Veel meer vrouwen. Het is natuurlijk ook bekend dat veel meer vrouwen met een schildklieraandoening daar last van hebben. Met nog even wat ik net al benoemde, 23 mensen echt uit de donateurs, 17 niet. En de leeftijd varieerde van 22 tot 79 jaar. Vraagpunten rondom het onderzoek. Wie is de patiënt? Patiënt en zijn of haar omgeving. Het zorgtraject, wat ik net al benoemde, hè, van klacht tot diagnose, tot juist instellen of behandelen, tot de dag van vandaag. En vooral ook wensen en behoeften voor de toekomst. Resultaten. Ik moet even op mijn tweede scherm kijken, want daar krijg ik alle toelichtingen tegelijkertijd. Ik wilde u dit toch laten zien. We hebben, wat ik net zei, zo'n 40 interviews gehad met patiënten. En op deze manier kregen wij dit teruggekoppeld vanuit Samhealth, het marktonderzoekbureau. En daar wilden we er eigenlijk twee met u delen. Omdat het zo herkenbaar is en ook zo eigenlijk verschrikkelijk dat mensen dit moeten doormaken. Dit was Femke, 48 jaar. Haar klachten, heel herkenbaar. Vermoeidheid, hoge hartslag, diarree, veel zweten, gewichtsschommelingen, spierpijn en ze voelde zich erg labiel. Ze had als diagnose de hyperthyreoïdie, ziekte van Graves en ook nog een multinodulair struma. En de behandeling was schildklierremmers. Twee keer jodium en medicatie. Femke is getrouwd, heeft een dochter, 2 honden en 3 paarden. Naast haar werk als woonbegeleider voor mensen met psychische klachten, dat ze voor 24 uur per week doet, volgt ze 1 dag per week een opleiding. De nachtdiensten die Femke vroeger draaide, kan ze niet meer aan. Daar zou ze te lang van moeten bijkomen. Nadat de huisarts de diagnose had gesteld, heeft de internist haar schildklierremmers gezet. Femke voelde zich in die periode erg slecht en haar gewicht nam enorm toe. De artsen hebben haar zeer slecht geïnformeerd, geeft ze aan, over de mogelijkheden, de alternatieven. En voor haar gevoel deden ze alsof het helemaal niet ernstig was. Ook zeiden ze dat een zwangerschap uitgesteld moest worden. Omdat er anders, zoals in haar woorden het gezegd werd, een monstertje kon ontstaan. Dit heeft een zware stempel gedrukt. Femke is lange tijd angstig geweest om zwanger te worden. En het is ook de reden dat ze uiteindelijk maar 1 kindje hebben gekregen. Femke heeft dus 2 keer radioactief jodium gekregen, waarbij de laatste dosering te veel was, waardoor haar schildklier helemaal is gestopt met werken en ze nu schildklierhormoon moet slikken. Met dit traject en het instellen van de medicatie is Femke meerdere jaren bezig geweest. En dat heeft ze als zeer, zeer zwaar ervaren. Als ze terugkijkt, we vroegen dan ook van, en wat heb je ervan geleerd? Wat had je anders willen doen? Geeft ze aan, ik had veel meer mijn mannetje willen staan en minder naïef en bleu willen zijn in het traject. Wat we hier echt uithaalden, was dat Femke zich dus duidelijk onbegrepen en niet gehoord heeft gevoeld gedurende het hele traject en met name bij de start bij de huisarts. Ze heeft nu haar leven aangepast om haar aandoening zo goed mogelijk een plek te geven. Dit doet ze door naar haar lichaam te luisteren en rust te nemen, maar bijvoorbeeld ook door haar werk te doseren, geen nachtdiensten meer te draaien en goed te kijken wat kan en wat niet kan. Ze gaf aan, het is nu wel een automatisme en voor haar gevoel is de aandoening onder controle. En dit is heel herkenbaar, want veel patiënten geven aan, als je vraagt hoe gaat het met u, nou eigenlijk best wel goed. Maar dat eigenlijk best wel goed is heel erg relatief, want dat wordt vaak afgezet tegen de hele slechte periode die eraan vooraf is gegaan. Maar als je het vergelijkt met iemand die helemaal gezond is, dan is er nog steeds een groot verschil in kwaliteit van leven. De twee blok,
ja, bouwstenen of blokken, hoe noemen we dat, puzzelstukjes die er steeds uitkomen, is enerzijds die lage awareness, dat het zo lang duurt voordat er een goede diagnose is. Femke gaf ook aan, ik heb er zelf zo om moeten vragen dat dit verder uitgezocht was. Die lage awareness zien we ook terug, zoals zij aangaf, hè, dat de arts voor haar gevoel het bagatelliseerde en zich helemaal niet realiseerde dat, hè, wat die dokter zegt is een moment en dan gaat de patiënt naar huis. Maar op haar leven had het elke dag, elke nacht gevolgen. Hè, haar zwangerschap, waar ze niet aan mocht beginnen van de artsen. Haar gewicht, wat 20 tot 30 kilo toenam. Hoe ze zich kon bewegen, et cetera, et cetera. En het tweede punt, het tweede puzzelstukje, is die kwaliteit van leven, waar heel weinig aandacht voor was. Zij keek puur naar de bloedwaarde en niet naar hoe ze zichzelf kon voelen. En wat Femke heeft gedaan, dat zien we ook heel vaak terug, is het dan echt gaan noteren in een dagboekje van hoe voel ik me, wat heb ik geslikt aan medicatie en wat speelt er verder in mijn leven. Om zo grip te krijgen, maar ook om als je dan weer bij die dokter komt, te kunnen laten zien hoe het elke dag verloopt. Het laatste punt wat Femke nog aangaf, dat er niets was verteld op het gebied van sporten en bewegen. Een van de hoe moet ik het zeggen? Wij waren erg onder de indruk, hè, indrukwekkende verhalen van de patiënten. Ik heb er nog eentje die ik met u wil delen. Dat gaat over een man, Bas. Bas is 46 jaar. Klachten, vermoeidheid, gewichtstoename, grauw zien. Hij werd gediagnosticeerd met hypothyreoïdie en de ziekte van Hashimoto. En hij kreeg levothyroxine. Bas vertelde zijn verhaal. Hij is getrouwd, hij heeft een klein jongetje van 1,5 jaar. Hij werkt bij een architectenbureau en heeft ook nog een klein bedrijfje in websites wat hij in zijn eigen tijd doet. Zo'n 10 jaar geleden kreeg hij last van ernstige vermoeidheid en hij nam enorm in gewicht toe. Hij had al heel veel informatie opgezocht en zei tegen de huisarts, heb ik geen schildklieraandoening. De huisarts nam hem niet serieus en zei dat hij gewoon te veel at. Maar na veel aandringen gingen ze toch zijn bloed prikken en die bloedwaarden waren helemaal verkeerd. Bas gaf aan dat hij graag doorgestuurd wilde worden naar de internist, maar de huisarts vond het niet nodig. Uiteindelijk, na 2 verkeerde doorverwijzingen, zullen we later in het onderzoek ook doen dat het niet altijd worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener, dat dat veel voorkomt, is Bas zelf veel gaan lezen. Hij heeft toen een uitgebreide Excel-sheet gemaakt met zijn waarden, nou, wat Femke net ook al aangaf, waarden in combinatie hoe hij zich voelde, ook weer om meer grip te krijgen op de situatie. En hij is erin geslaagd, heel knap, om zijn gewicht naar beneden te krijgen en heeft daar ook een bepaalde balans in gevonden. Voor zijn gevoel weet hij het nu beter dan de specialisten. Hij gaf ons ook aan van, ik ken jullie, ik heb daar ook veel informatie gezocht. Punt van kritiek was, en dat vond ik ook wel weer een leermoment, dat hij vindt dat wij ons te veel op de vrouwen richten en te weinig op de mannen. Voor zijn gevoel zat er bij mannen met de ziekte van Hashimoto toch zoveel verschillen met de vrouwen die de ziekte van Hashimoto hebben, dat hij een eigen website heeft ontwikkeld om contact te zoeken met andere mensen met de ziekte van Hashimoto. Nou, wat halen we hier dan uit? Hij heeft zichzelf echt door het zorgtraject heen geworsteld. En doordat hij zelf heel veel is gaan opzoeken, is hij veel te weten gekomen. Bas geeft aan dat hij het prettig vindt om af en toe met een personal coach te praten. Om meer begrip te krijgen en ook om dingen op een rijtje te zetten. Dan komen we weer bij de 2 blokjes. De lage awareness. Hij voelde geen aansluiting bij de verschillende professionals. Voor zijn gevoel werd er niet naar hem geluisterd. Met zijn huidige huisarts heeft hij gelukkig nu beter contact en die lijkt ook meer kennis van zaken te hebben. En het tweede blokje, de aandacht voor de kwaliteit van leven. Hij heeft gezegd, of hij geeft aan in zijn interview, dat hij geen enkele ondersteuning heeft gekregen om zijn ziekte van Hashimoto onder controle te krijgen. En dat hij zelf alles heeft uitgezocht, niet alleen wat betreft medicatie, maar ook de manier van innemen, de voeding, de psychologische hulp en hoe hij kon gaan sporten. Bas heeft behoefte aan praktische tips en tricks om het beter leefbaar te maken. Nou, dit zijn 2 verhalen van patiënten die te maken hebben met een problematiek echt rondom de aandoening. Voordat ik verder ga, wil ik nog even iedereen vragen alsjeblieft de geluid uit te zetten. Want ik hoor af en toe geluidjes van achtergronden, maar misschien ligt dat aan mij. Als iedereen het geluid uit wil zetten, dan kunnen we het allemaal goed volgen. Het is niet alleen je lijf dat je in de steek laat. Je hele leven staat op zijn kop. Dat was toch vaak hetgeen we terugkregen.
conclusies en aanbevelingen van het kwalitatieve onderzoek. Nogmaals, 40 interviews gehouden, alle 40 van ongeveer een uur. Die lage awareness, dat lage bewustzijn, die herkenning in die eerste lijn bij de huisartsen op basis van de klachten waar iemand mee binnenkwam. Enerzijds is de gedachte vanuit de patiënt dat die eerste lijn te weinig weet van de schildklierproblematiek. Anderzijds is het vooral de herkenning van vage klachten naar de problematiek. Want kijk naar vermoeidheid bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een klacht die bij heel veel aandoeningen genoemd wordt. En dan is het best lastig om dat goed uit te leggen en de juiste woorden te gebruiken, zodat die eerste lijn, die huisarts, dat begrijpt. En in dat kader is het leuk om te vertellen dat wij met Ellen Molenwijk, een professioneel marktonderzoeker die verbonden is aan de Hogeschool Utrecht, een van haar afstuderenden die gaat een onderzoek doen naar welke woorden moet ik gebruiken, bijvoorbeeld om uit te leggen wat ik bedoel met een grote vermoeidheid. Dus niet alleen de juiste vragen stellen, maar ook de juiste woorden gebruiken. Komen we later dit jaar op terug. Het andere punt wat echt uit de interviews kwam als conclusie, is die onvoldoende bewustheid van die impact op de kwaliteit van leven. Dat toch nog heel veel artsen naar de aandoening kijken, zeggen uw bloedwaarden zijn nu goed, dus het gaat nu goed met u, meneer, mevrouw. He? Het allerbeste. En dat is gewoon vaak niet zo. Wat ik al eerder zei, zo'n 80% van alle patiënten die een schildklieraandoening hebben, voelen zich goed, kunnen met hun medicatie of met hun behandeling goed leven. Maar 20%, en als we kijken naar de aantallen, hè, tussen de 600.000 en 800.000 patiënten in Nederland die een schildklieraandoening hebben, gaat het over ontzettend veel mensen, hebben echt last van die aandoening. Het tweede punt is dat er te weinig gekeken wordt naar de hele mens. We noemen dat ook wel het holistische mensbeeld, dat het niet alleen gaat over die aandoening, maar over alles in het leven. En ook alles wat dus invloed kan hebben op dat leven met die aandoening. Zoals al eerder gezegd, er wordt veel alleen naar labwaarden gekeken en niet naar alle klachten die er dan nog overblijven, de zogenaamde restklachten. De patiënten ervaren dat ze onvoldoende informatie krijgen op belangrijke momenten. En wat ook genoemd werd, ook wel interessant, is dat er geen samenwerking is tussen de zorgverleners bij meerdere aandoeningen, bij de multimorbiditeit. Het is een heel belangrijk onderwerp, wat dit jaar ook door de Patiëntenfederatie Nederland is opgepakt. Er is een werkgroep waar wij ook in deelnemen. Wij gaan nu ook intern bij SON een werkgroep multimorbiditeit opstarten. En ons plan is om eind van het jaar daar een dag voor te gaan organiseren, voor alle vrijwilligers, om meer te weten te komen over multimorbiditeit. Dat staat nu gepland op 19 november onder de titel Kennisfestival. Daar komen we ook weer op terug. Totaal, als je kijkt naar deze twee grote conclusies op basis van de 40 interviews die geweest zijn, zegt de patiënt: ik voel me niet begrepen, ik werd niet serieus genomen. Het was een suboptimale behandeling en ik heb er veel negatieve gevoelens aan overgehouden. Tot zover de conclusies van het kwalitatieve onderzoek. De behoefte voor het zorgtraject, het punt ook van de vier, waar het ging over de patiënt, het zorgtraject, was een derde punt. Snellere diagnose is heel duidelijk de vraag vanuit de patiënt. Hoe kunnen we nou zorgen dat mijn klachten eerder herkend worden? Dat ook een huisarts me serieus neemt. Er wordt gevraagd om goede basisinformatie. We denken bij SON dat we al ontzettend veel informatie geven. Niet alleen op de website, ook aan onze telefoon, in de Facebookgroepen. Maar die basisinformatie is echt essentieel over de aandoening, over de manier, de wijze waarop je medicatie inneemt en wanneer je dat doet. En zeker ook weer die gevolgen voor het dagelijks leven. Er is behoefte aan voldoende informatie over behandelopties. Daar kom ik later in het onderzoek in deze presentatie op terug. Dat er toch, zeker bij grote beslissingen en je hebt verschillende opties, de informatie ontbreekt. Dat er wordt gekeken naar de labwaarden en hoe je je voelt. Zijn er restklachten? Dokter, doe daar iets mee. En laat de patiënt niet gewoon naar huis gaan met: het is nu wel goed. Een goede registratie, het beloop van de behandeling. Zou het mooi zijn als we dat beter kunnen doen. We nemen dat ook op in ons visiedocument. Om goed te kunnen monitoren. Wat gebeurt er? Wordt er ook goed overal gekeken naar de hele kwaliteit van leven. Een goede begeleiding na de diagnose.
Recentelijk tijdens de week van de schildklier hadden we nog als onderwerp schildklieraandoening en psychische klachten. Komt veel voor, enorme invloed op het leven. De schildklierkanker werd daar ook nadrukkelijk om gevraagd. He, die begeleiding naar die diagnose. Misschien bent u voor de dokter beter, maar voor uzelf begint het dan pas. Nou ja, meer begrip en die empathie voor die impact van die restklachten. Ook dat kwam bij de schildklierkankerpatiënten echt sterk naar boven. Maar ook het vergroten van het patiëntenempowerment. En wat bedoelen we daarmee? Of wat bedoelden de patiënten daarmee? Dat ze op het moment dat ze bij die arts zijn, weten wat ze moeten vragen. En ook weten hoe ze moeten uitleggen waar ze last van hebben. Daar zien wij ook echt nog wel een uitdaging voor ons als zon liggen. Om wellicht aan de hand van workshops of met bepaalde stappenplannen de patiënt meer kracht te geven in dat gesprek om duidelijk uit te kunnen leggen waar het om gaat. En niet weggestuurd te worden met het is de overgang, het zijn uw hormonen, u bent gewoon moe, u heeft ook een zware baan, et cetera. Er is ook duidelijk een behoefte aan samenwerking tussen de disciplines, zoals ik al even noemde bij de multimorbiditeit. En wat we terughoorden van de ouders met kinderen met een CHT-aandoening, ofwel de volwassen CHT-patiënten, dat er gebrek is aan een overdracht van kinderarts naar internist als je als kind volwassen bent. De laatste punt wat eruit kwam was de betere doorverwijzing naar een deskundig specialist bij schildklierkanker. In dat kader is het ook heel goed dat de schildklierkankerwerkgroep een visiedocument heeft geschreven waarin het ook heel duidelijk staat dat als je schildklierkanker hebt, dan moet je behandeld worden door een expertisecentra die weet waar het over gaat, die een substantieel aantal patiënten behandelt elk jaar en daarom ook de meest professionele behandeling kan geven. Een hele lange lijst met allerlei punten die eruit komen en waar wij ook zeker over na gaan denken en een werk van gaan maken. Dan gaan we naar het kwantitatieve onderzoek. Even mijn erbij zetten. Ja, het kwantitatieve onderzoek. Begon dus begin van het jaar. 1654 respondenten, zoals ik vertelde, 1248 via het werven in het zonnetwerk en 406 via het externe consumentenpanel dat via de marktonderzoekbureau benaderd was. Deze online vragenlijsten duurden ongeveer 20 minuten en zijn afgerond in maart. We krijgen nu een aantal plaatjes die we u laten zien en die best ingewikkeld zijn. En ik ga proberen goed uit te leggen wat er staat en wat de opbrengsten van het onderzoek is. Wat heel duidelijk is, is dat van alle patiënten, dus van die 1654, de meerderheid langer dan een half jaar rondloopt met klachten voordat men naar een huisarts gaat. Dat bedoelen we ook met die patient empowerment. Als je klachten hebt en je weet voor jezelf van dit is niet goed, ga naar de huisarts, probeer het goed uit te leggen. En dan hoop je dat dat je huisarts ook je bloedwaarde gaat prikken, inclusief je schildklierwaarde, als dat de oorzaak is. Nou, jullie zien hier even dat 57% van de totale groep heeft dus langer dan een half jaar rondgelopen. En dan vroegen we natuurlijk aan deze groep, waarom kwam dat nou? En dan zeiden ze van ja, de klachten kwamen geleidelijk, ik heb het lang niet doorgehad, herkenbaar in een druk leven. Of ze dachten dat het een andere oorzaak had, hè? Een drukke baan, kinderen, familie, mantelzorg, sport, sociaal leven. Ik heb er geen aandacht aan besteed, dat is maar een klein groepje. Wat interessant wel is, is dat we wel vaker in dit onderzoek, dat zult u zo gaan zien, verschillen zien tussen de antwoorden uit de groep van de SON-mensen en de antwoorden van de groep uit het marktonderzoekpanel. Dat zie je in dit geval ook. Er is een wat kleinere groep, namelijk de SON-mensen, 45%, die het niet doorhadden dan de panelleden. Maar we zullen zo zien in de volgende sheets dat bij andere vragen een veel groter verschil is. En dat je ook echt ziet dat de mensen die vanuit het SON-netwerk komt vaak beter geïnformeerd zijn dan de panelleden. De tijd tot de diagnose. Dan ziet u. Even goed kijken. Groen is snel een diagnose gekregen. Het meest groene is dus mensen die direct bij de eerste bezoek aan die huisarts een diagnose kregen. Of waar dus, moet ik het goed zeggen, ze komen bij die huisarts met hun vage klachten. En die huisarts neemt het serieus, gaat bloed prikken. En op basis van de onderzoeken die daar gebeuren,
wordt de conclusie getrokken dat het een schildklieraandoening is en wordt daarop gehandeld. Dat ziet u dat dat een tijd duurt. Caroline, ik blijf dit een heel ingewikkeld plaatje vinden. Je kon meerdere antwoorden geven. Van de totale groep zie je dat dit is 70-80% pas na een half jaar de schildklieraandoening werd vastgesteld. Als je kijkt naar het panel, de kleinere groep, is het 37% die, dus wat ik net zei, meteen die diagnose kreeg. En 33% bij de zongroep. Als je hem dan verschuift, dan zie je, ga je naar de rode groep. De zacht roze, dat is naar 3 jaar en veel langer. Met donkerrood zelfs dat het langer dan 10 jaar heeft geduurd. Vanaf dat eerste bezoek tot hij uiteindelijk de diagnose schildklieraandoening kreeg. Nou, hier is natuurlijk, zie je hoeveel verdriet en ellende jarenlang bij veel patiënten gebeurd is. We hebben dat ook nog even doorgevraagd op aandoeningsniveau. En dan zie je dat er ook nog wel verschillen zijn. Maar dat het nog steeds heel lang duurt voordat mensen weten wat er aan de hand is. Dus 70-80% binnen een half jaar diagnose, dat is het groene gedeelte. Ongeveer een kwart langer dan half jaar. Het gele tot en met het rode gedeelte. En 10-15%, dus 3 jaar tot langer voordat de diagnose gesteld is. Een ingewikkeld praatje. Kunnen we heel lang over praten, maar ik ga toch door vanwege de tijd. We hebben hier nog even de belangrijkste uitslagen voor onszelf in een overzichtje gezet. Dus langer dan een jaar zie je links staan. Verschil tussen panel en zonleden. En dat heeft waarschijnlijk te maken met, zoals we al straks in het begin zeiden, dat de mensen die meegewerkt hebben vanuit de zon, achterban, echt heel erg te maken hebben met die problematiek. Bij het panel is dat minder. En de verdeling ook met een hypotheriodie. 22% heeft langer dan een jaar met klachten gelopen, was al bij de huisarts, totdat uiteindelijk de diagnostiek, dat het gediagnosticeerd is. En op rechts ziet u de langer dan 10 jaar, dat daar toch heel veel mensen ongelooflijk met klachten hebben gelopen zonder dat ze wisten dat het aan hun schildklier lag. Dan de reden. Mensen uit de zonsteekproef hebben vaker het gevoel dat de huisarts de klachten niet herkent. Of dat ze niet serieus werden genomen. In de panelsteekproef werden klachten vaker in verband gebracht met andere aandoeningen. Of nam men zelf de klachten niet serieus. De grootste groep, zoals je hier ziet, de huisarts herkende mijn klachten niet als schildklieraandoening. Mensen mochten hier meerdere antwoorden aan kruisen. Vandaar dat die percentages niet meer 100% komen. Maar je ziet dat de grootste groep dit aangaf. Waarbij er wel een groot verschil is tussen links de zon mensen die dit aangeven. En rechts de panel mensen. 60% van de respondenten afkomstig uit de zonachterban geeft aan dat de huisarts haar of zijn klachten niet als schildklieraandoening herkennen. Als je dan wat verder naar beneden gaat, dan zie je ook dat er staat, mijn klachten werden in verband gebracht met andere aandoeningen. Dat is natuurlijk ook, hoort eigenlijk bij datzelfde, die huisarts herkende mijn klachten niet als schildklieraandoening. Of ik kreeg een andere diagnose, bijvoorbeeld mevrouw, u heeft een burn-out, u werkt te hard, u heeft het te druk met de verzorging van uw ouders, et cetera, et cetera. Wat ik zelf ook heel erg stuitend vind is, de 43% die aangeeft mijn klachten werden niet serieus genomen. Het moet zo erg zijn als je echt last hebt van bepaalde klachten en daarmee naar je arts gaat en dat het dan niet serieus opgepakt wordt. Nou, dan kijk je naar beneden, de burn-out, 27%. Ik dacht dat het ergens anders doorkwam, ook heel vaak genoemd. Het werd niet in verband gebracht met de schildklieraandoening, maar met andere aandoeningen. Of soms ook, ik werd niet naar de juiste arts doorverwezen. En een klein percentage nam zichzelf met klachten niet serieus. Ook heel belangrijk als we met die patient empowerment aan de gang gaan. Neem jezelf serieus. De klachten gingen weer over een kleine groep. En nog wat overige voorwaarden. Ja. Dan gaan we over naar het onderwerp behandeling. Wie heeft er gekozen voor de behandeling? Hier zitten een aantal hele opvallende dingen in. De donkerpaarse, dat is het percentage waarbij de arts zei, dit gaan we doen. Het gele is het samen beslissen. Hè? In gesprek met elkaar bepalen, opties naast elkaar leggen en dan de keuze maken.
En het lichte, het lila aan de rechterzijde, dat is als de patiënt het beslist. Als we hier naar kijken, zien we dat bij de voorschrijving van de behandeling van levothyroxine is het vrijwel altijd de arts. Dat ligt voor de hand. Als dat duidelijk is, schildklierhormoon ontbreekt of is het onvoldoende, dan wordt er een levothyroxine gegeven. Die begrijpen we en is uit te leggen. Maar wat heel opvallend is, is de titratie en de block and replace. Het lijkt hier dat de arts in 84% bij deze problematiek automatisch voor block and replace behandeling kiest en dat de titratie veel minder gedaan wordt. En je ziet dus ook hier dat er maar 13% bij die schildklimmen, bij die block and replace, maar 13% ging de arts in overleg met de patiënt. Nou moeten we er wel bij zeggen dat dit zijn ervaringen van patiënten over hun zorgtraject. Het kan zijn dat dit gesprek met die arts over een behandeling al een heel aantal jaren geleden is gevoerd. Dat kunnen we niet herleiden uit de antwoorden. Wij hopen op dit moment dat zowel block and replace en titratie duidelijk als behandelopties naast elkaar gelegd worden. En we weten dat ook in de richtlijnen de twee behandelingen gelijkgesteld zijn op dit moment. Wat ik ook nog heel best wel schrikwekkend vond, was die 64% die radioactief jodium kreeg. Waarbij de arts zei, zo gaan we het doen. Terwijl we weten dat heel veel patiënten dat als heel naar ervaren hebben en graag hadden geweten als er een alternatief was geweest. Dus dit zijn hele belangrijke punten die wij ook met onze medische wetenschappelijk adviesraad gaan bespreken. En hopelijk ook waar we iets mee kunnen naar de eerste lijn toe. Ja, aan de hand van keuzehulpen hopen we patiënten meer instrumenten mee te gaan geven om te zorgen dat ze alle opties kunnen bespreken met de dokter. Samen beslissen, de campagne die al een aantal jaren loopt, die hamert daar ook op. Als ik kijk naar de reacties van de respondenten, dan gebeurt dat in ieder geval in het verleden, gebeurde dat nog lang niet altijd. Dan gaan we naar, heb je voldoende informatie gekregen? En dat gaat hier om informatie over de behandelingen. Lang niet alle patiënten hebben het gevoel dat ze informatie hebben gekregen. En dan gaat het vooral over de punten die rechts in het blokje staan, waar mensen te weinig informatie over gekregen hebben. Dus de combinatie met voeding, met je medicatie, andere medicijnen die je slikt, supplementen wellicht, ook andere behandelopties, daar heeft men echt te weinig informatie over gekregen. Het varieert, de percentages, maar gemiddeld ligt het toch gauw bij de, dus bij ongeveer de 60%. Hè. Heb je voldoende informatie gekregen, is het groene de mensen die het wel kregen. Maar rood is het percentage wat het niet kreeg. En dan hebben we ook nog een percentage wat weet ik niet heeft ingevuld. Er zit ontzettend veel in dit onderzoek. Als ik u vertel dat dit maar ongeveer de helft is wat we nu laten zien. En dus alle verdiepingen van de sheets die ik nu met u deel, die kunnen we niet allemaal laten zien. Want dan kunnen we wel een dag met een hele groep gaan zitten. Maar ik hoop toch dat ik de hoofdlijnen zo duidelijk met u mag delen. Vanwege de tijd, ik zal proberen iets sneller te gaan vertellen. Heb je voldoende informatie gekregen over bijvoorbeeld de levothyroxine? Die haalden we eruit, want die was opvallend. En dan zie je dat 48% zegt ja. Ik was best tevreden, maar weer die 32% die aangeeft van ik heb veel te weinig informatie gekregen. En in dit geval zie je ook ontzettende verschillen tussen SON-achterban, de respondenten, en de panelleden. De gele balkjes, dat zijn de SON-leden en de paarse balkjes is het panel. En de bovenste, de donkerblauwe, is een totaal. Maar bijvoorbeeld dus dat er gebrek was aan informatie over de combinatie met voeding of dranken, zie je 28% bij de gehele groep, de bovenste, 33% van de SON-achterban kreeg daar geen informatie over. Tegen 12% van het panel. Ook over bijwerkingen zie je grote verschillen en bijvoorbeeld het behandelproces, de vijfde grijze balkje, daar zie je dat 23% van de SON-leden daar te weinig informatie over kreeg, tegen 9% van het panel. Dus we hebben daar natuurlijk al uitgebreid over gesproken, van hoe kan dat nou? En wij denken dat het is dat SON-leden zich al heel goed hebben geïnformeerd. Op het moment dat je weet van de Schildklierorganisatie Nederland, weet van al die informatie die daarop staat,
dan weet je in ieder geval al heel veel over het behandelproces. We denken dat daar de verschillen uitkomen. Ook de late gevolgen van de behandeling ziet u grote verschillen tussen de zonachterban en het panel. En alles bij elkaar de conclusie dat we als patiënt het gevoel hebben dat we veel te weinig informatie hebben gekregen. Zeker ook over die alternatieve behandelingen. En de dosering is natuurlijk ook nog iets wat meespeelt. Die zie je daar rechts, dosering van medicijnen. 16% van de zonachterban geeft aan dat ze daar echt te weinig informatie over gehad hebben. Ook hè, de werking. Het is zo interessant dit, als je er allemaal ingaat. We hebben het nu niet specifiek over de zwangerschap, maar daar hebben we natuurlijk in het begin van het jaar al een webinar over gedaan met dokter Tim Korenwaars. Het is zo belangrijk dat je weet als je zwanger wil worden en je hebt een schildklieraandoening, dat je met een goede arts goed dat hele traject ingaat. We gaan verder naar de impact op het leven. In hoeverre heb je het gevoel dat je je schildklieraandoening onder controle hebt? Het zijn best ingewikkelde plaatjes. Rechtsboven staat vaak de algemene conclusie. En schildklieraandoeningen worden te zakelijk benaderd. Geen of onvoldoende aandacht voor de patiënt. En 44% geeft aan, mijn arts kijkt naar mijn bloedwaarden. Die zijn goed. Meneer, mevrouw, u kunt wel gaan. U krijgt een pilletje en dan komt het goed. En er wordt niet gekeken naar hoe het echt met iemand is. 38% geeft aan, mij is verteld dat deze restklachten erbij horen en dat er niks aan te doen is. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Zoals jullie weten zijn we al 4 jaar bezig om een groot onderzoek onder leiding van Marco Medici in het Erasmus te starten. Dat gaat over deze restklachten, waarbij er een T3, T4 trial gaat volgen. En helaas wachten ze nog steeds op de juridische goedkeuring voordat ze mogen starten. Maar we hopen dat daar uit dat onderzoek uiteindelijk resultaten komen waardoor dit mij is niks verteld over de restklachten. Of ze zeggen dat er toch niks aan te doen is, dat we daar betere data over gaan krijgen om iets mee te doen. Nou, u kijkt verder. Ik heb ook andere aandoeningen. Hè? Daardoor is hij niet onder controle, et cetera, et cetera. Klachten. Waaraan merk je dat je schildklieraandoening nog niet goed onder controle is? Hier ook weer behoorlijke verschillen tussen de zonachterban en het panel. Ja, die ernstige vermoeidheid komt eigenlijk overal in de top 3 en bijna altijd op 1 als klacht. Hier zie je dat 70% van de zonachterban aangeeft dat ze nog steeds last hebben van die ernstige vermoeidheid en minder energie. Dan zie je de tweede klacht ook duidelijk, die spierpijnen en gewrichtspijnen. 58% in de zonachterban. En concentratie- en geheugenproblemen, zo'n 54% in onze achterban. Er zijn natuurlijk nog veel meer klachten, waarschijnlijk ook herkenbaar voor u. De gewichtsverandering, het snel geprikkeld zijn, de moeite met functioneren, nadenken. Bartke vertelde dat heel mooi in het filmpje over psychische klachten bij een schildklieraandoening. Dus, bijna het gevoel dat je aan het dementeren was, maar gelukkig andere periodes is dat weer niet zo. Maar moeite met nadenken is bekend. Verandering in lichaamstemperatuur, depressieve gevoelens, ook hartkloppingen wordt veel genoemd. Problemen met de ontlasting, het gejaagde gevoel en die burn-out komt ook vaak ter sprake. Oké. Wat kun je zelf doen om jouw schildklieraandoening onder controle te krijgen en of te houden? Heel veel mensen geven aan dat ze gewoon hun leven aanpassen. Ik leef een regelmatig leven, ik houd extra rust, ik denk na over wat ik met bewegen kan doen. Uiteraard als eerste, ik neem mijn medicijnen op de juiste tijd en op de juiste manier in. Maar daarnaast zie je dat er veel gedaan wordt in het dagelijks leven om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Je hoort ook veel mensen die zeggen, ik compenseer, een drukke dag moet ik compenseren met 2 rustige dagen. En dat betekent dat best lastig is en ook niet altijd uit te leggen aan de omgeving. Want die zeggen bijvoorbeeld, ik zag je gisteren nog de hele dag, was je op pad en leuke dingen aan doen. Bij wijze van spreken stond je nog te dansen om een feestje. En vervolgens lig je 2 dagen plat van, joh, stel je niet aan. Het is moeilijk uit te leggen hoe je zo
met je schildklieraandoening aan het leven bent, is best lastig om dat aan de omgeving uit te leggen. Nou, veel mensen houden hun bloedwaardes bij in combinatie hoe ze zich voelen, hebben het ook al even over gehad, aan de hand van dagboekjes. Er zijn mensen die zoeken hulp in het alternatieve circuit of gaan naar een fysiotherapeut. Dat is toch de manier waarop mensen proberen onder controle te krijgen. Nogmaals, medicatie, hè? Juiste tijd, juiste manier. Zie je bij eigenlijk het grootste gedeelte van de groep. Maar daarnaast dat in je leven maar aanpassen, regelmatig, rust. Rust, reinheid en regelmaat, zei mijn oma vroeger. Heel erg belangrijk, zeker bij deze groep patiënten. Dan gaan we naar de invloed van de schildklieraandoening. Op welke wijze heeft jouw schildklieraandoening in het dagelijks leven invloed op onderstaande aspecten? Je ziet dat de zonachterban ervaart veel impact. Het leven van vrouwen wordt vaker negatief beïnvloed dan dat van mannen, zoals ze dat ervaren natuurlijk. En hier wordt even het DISC-model genoemd. Heel interessant in dit onderzoek is dat er gekeken is naar verschillende persoonlijkheden. Hoe ben je als mens en wat heb je nodig om hiermee om te gaan? We gaan dat uiteindelijk ook oppakken en daar ook iets mee doen. Maar dat was veel te veel om nu allemaal met u te bespreken. Dus hier staat levenslust is vaker negatief beïnvloed bij de onderkant van het DISC-model. Moet u even vergeten, want ik heb niet de tijd om het nu verder uit te leggen. Maar laten we kijken naar de elementen uit het dagelijks leven waar gevoeld wordt dat er veel invloed is van die schildklieraandoening. Je ziet dat bij 64% in het midden bovenaan van de zonachterban echt een negatief effect gevoeld wordt op het dagelijks leven. Als je het hebt over gewoon je huishouden voeren en alles doen wat je dagelijks moet doen. Een heel groot verschil met rechts de panelpercentages, waar mensen dus... zijn ook allemaal mensen met een schildklieraandoening, maar blijkbaar daar meer acceptatie hebben of minder bewust zijn van wat normaal is en van wat niet. En dat de zonleden duidelijk veel beter geïnformeerd zijn en daar veel meer mee bezig zijn. Nou, levenslust wordt genoemd. 57% van de zonleden geeft aan echt negatief effect daarop te ervaren. Het eigen beeld, hoe men naar zichzelf kijkt, het sociale leven, werk. Ook een heel belangrijk item gaan we na de zomer aandacht aan geven in de vorm van een webinar over een schildklieraandoening en de relatie met werk, hoe dat ervaren wordt. Seksualiteit wordt ook veel genoemd. 50% ervaart van de zonachterban echt een negatieve invloed op het dagelijks leven. Met name dan op die seksualiteit. De relatie aan zich ook 32%. En bij de mantelzorg van anderen uiteraard ook. Als je zelf al zo vermoeid bent, is het helemaal extreem zwaar om dat op te kunnen pakken. Invloed op de werksituatie wordt nog even benoemd. Heeft jouw schildklieraandoening invloed op je werksituatie? Nou, je ziet dat er een hele groep is die daar ervaring of de gevolgen ervaart. Bijna de helft van de mensen met een schildklieraandoening ervaart die gevolgen. Ze werken minder, geen nachtdiensten meer. Ze kiezen voor andere jobs of kunnen soms helemaal niet meer werken. In de zonsteekproef ervaart een derde geen verschil in de werksituatie. En 2/3 in de panelgroep, waar we net ook over gesproken hebben. Het lijkt alsof de panelgroep, de patiënten, eerder aannemen dat het er nou eenmaal bij hoort. En dat de zonachterban eerder weet van, dit is niet normaal. Ik wil ook gewoon kunnen werken, mijn dingen kunnen doen. En dit komt dus echt door mijn aandoening. Dan het contact met de arts en de zorgverlener. We vroegen natuurlijk naar de hoofdbehandelaar. Er waren meerdere antwoorden ook mogelijk. Nou, je huisarts uiteraard bij alle groepen. Maar je ziet ook wel hier rechts staan een aantal anderen die genoemd werden. Hoofdgroepen zijn dus huisarts in het geel hier. Dan de endocrinoloog, de internist, de praktijkondersteuner van de huisarts. En overige en onder die overige ziet u rechts een aantal verpleegkundig specialisten werden genoemd. Oogartsen uiteraard voor de oogziekte van Graves. Orthomoleculair therapeuten, meer alternatieve circuit, verpleegkundigen, reumatologen, kinderartsen bij de CHT uiteraard en nog wat andere specialisten. Veruit de meeste, uiteraard de huisarts die de hoofdbehandelaar is. Nou, hoe belangrijk zijn onderstaande aspecten voor jou als je kijkt naar je arts?
dan zie je dat kennis van zaken toch wel als allerbelangrijkste aangegeven wordt. Je wil dat die dokter die jou behandelt heel goed weet waar hij het over heeft. Hè. Als we denken aan het visiedocument van de schildklierkankerwerkgroep, die geven ook zo aan dat het essentieel is dat je daar behandeld wordt waar die kennis is. En dat zie je hier ook terug. En dat correspondeert lang niet altijd met die kennis die ervaren wordt bij die huisarts. We hebben ook nog heel veel cijfers over, maar nogmaals, we kunnen niet alles laten zien. Ook hier hebben we naar gevraagd. Vind je het belangrijk dat er een vragenlijst wordt gebruikt, hè, om de klachten in beeld te brengen? Gebeurt lang niet altijd. Vooral in de ziekenhuizen wordt wel wat meer met de vragenlijsten gewerkt, maar nog lang niet overal. We starten na de zomer ook het schildklierpolieproject weer op, waarbij we de polies in Nederland gaan benaderen en proberen een beetje te sturen in die richting zoals onze patiënt het liefst behandeld zouden willen worden. En daar geven we ook aan dat we gebruik willen maken van de vragenlijsten. Nou, belangrijk wordt ervaren, hè? De arts geeft ook aan als hij iets niet weet. Natuurlijk ook heel belangrijk dat hij niet maar iets zegt, hè, of helemaal geen informatie geeft, zoals bijvoorbeeld Bas uit de ervaringsverhalen die geen informatie kreeg, omdat wellicht de arts er helemaal niet zoveel over weet. Heel belangrijk dat je dat ook, dat die arts dat durft te zeggen. En als je in een samen beslissen gesprek zit, dan is het ook heel normaal als die arts dat aangeeft. Nou, dat de arts naast je staat als patiënt, dat er een behandelplan gemaakt wordt. En die vragenlijsten waar ik het al even over had. Welke van de onderwerpen zou je dan meer informatie willen hebben? Nou, dan zie je zo'n top 4. Dat is echt het omgaan met die extreme vermoeidheid. Gewicht, combinatie met voeding, met bewegen en die hele energiebalans. Dat zijn toch echt de onderwerpen waar een patiënt eigenlijk al op het moment dat hij komt met zijn vage klachten en je bent bezig met die diagnose en dat gebeurt, al informatie over zou willen krijgen. Van oké, maar hoe dan? Als ik, kan ik met voeding, met me bewegen, kan ik daar iets helpen beter om te gaan met mijn aandoening? Nou, er staan nog veel meer onderwerpen, hè? Concentratie, geheugen. Ik zou graag meer informatie hebben over hoe ik vragen, hè, welke vragen ik met mijn dokter kan bespreken. Hebben we net ook al over gehad, dat wij daar graag als Son uw meer handvatten willen gaan aanreiken. Psychische klachten. We merkten in de week van de schildklier, toen we dit als onderwerp hadden, hoeveel patiënten waren die zeiden, oh, het is zo'n erkenning van iets waar ik last van heb. En ik dacht dat het aan mij lag. En ik heb nooit gedacht dat het te maken zou kunnen hebben met mijn schildklieraandoening. Heel belangrijk ook dat daarover gesproken wordt. Nou, u ziet bewegen, het begrijpen van de bloedwaarde, de uitleg. De geestelijke gezondheid komt natuurlijk al eerder. Uiteraard medicijngebruik, je hele leefstijl. Erfelijkheid wordt ook nog wel vragen over gesteld. En ook lang niet alle artsen kunnen daar, of geven daar volgens onze patiënten een duidelijk antwoord over. Overgang, de algemene informatie en dan weer het onderwerp werk, waar we het net over gehad hebben. Corona, ook een heel belangrijk item. We zijn ook heel benieuwd nu we wat verder zijn, hoe daar of er wel niet een relatie ligt en op welke wijze dan. Vruchtbaarheid, zwangerschap, ook al even genoemd, zijn de meest voorkomende thema's waar informatie over gevraagd zou worden. Dus top 4 echt gewicht, vermoeidheid, voeding en energiebalans. En je ziet ook hier weer dat de behoefte bij de achterban van Son behoorlijk veel groter is dan de behoefte bij het panel. Dan het kennisniveau. Was echt aan de patiënt gericht van, ben je het eens of niet met die volgende uitspraak van, ik weet genoeg over mijn schildklieraandoening en behandeling daarvan. Nou, u ziet de donkergroene groep vrij klein, was het daar helemaal mee eens. Een wat grotere groep is het er mee eens. Ongeveer de helft van de patiënten van de totale groep gaf aan van, nou, ik weet er genoeg van en ik weet ook genoeg over de behandeling. Stelde de vraag daarnaast, kun je het ook uitleggen aan de mensen om je heen, op je werk, aan je vrienden en aan je familie? Nou, daar zie je ook dat er wel een grote groep is gelukkig die dat kan uitleggen. En ik ga regelmatig zelf op zoek naar nieuwe informatie. Daar zie je een ongelooflijk verschil tussen de groep van de schildklierachterban. Hè? Eens en helemaal mee eens. 73% van de Son-achterban gaat regelmatig zelf op zoek.
tegen 28% van het panel. Dus nogmaals, dit bevestigt ons idee dat de respondenten vanuit de zonneachterban heel actief betrokken zijn, heel goed weten hoe groot de problematiek is uit eigen ervaring, en daar alles aan doen om te kijken hoe ze daarmee om kunnen gaan. Conclusies en aanbevelingen. De resultaten van het kwantitatieve onderzoek bevestigen de resultaten van het kwalitatieve onderzoek. Nou, dat hadden we ook gehoopt. We hebben ook de opbrengsten uit het kwalitatieve onderzoek meegenomen, verwerkt in de vragen van het kwantitatieve onderzoek. Er is onvoldoende kennis over de klachten. De diagnoses zijn relatief laat. Het heeft een enorme impact op je kwaliteit van leven. En het gevoel is dat dat bij de zorgverleners toch echt niet onderkend wordt. Je wordt zo gefocust op de uitslagen van je bloedwaarde en niet op de klachten en de invloed die het heeft op je leven. En de patiënt voelt zich onvoldoende geïnformeerd. Je ziet dat bij beide groepen de issues spelen, maar vaak bij de zongroep veel groter. Is dit veel groter dan bij de panelgroep. Aanbevelingen kwamen ook uit het onderzoek. Patiënten geven aan, we hebben behoefte aan nog veel meer media exposure, het grote publiek informeren. Om ook uiteindelijk te zorgen dat het moment van die klachten die ontstaan tot de diagnose, dat dat korter is. Nog meer informatiemateriaal, ook bij die eerste lijn, maar ook bij iedereen die betrokken is. Bijvoorbeeld een UWV, als het over werk gaat. Je zou bibliotheken nog veel meer plekken proberen of we daar onze informatie over de schildklieraandoeningen kunnen krijgen. We zouden natuurlijk heel graag willen dat bij een diagnose meteen gewezen wordt op de patiëntenorganisatie, onze schildklierorganisatie Nederland, omdat daar met de ervaringsdeskundigen zoveel steun ook te vinden is en natuurlijk alle informatie. Wat we heel graag willen is ook de bijscholing, gewoon überhaupt vanaf de e-learning voor de huisartsen, de bijscholing voor alle zorgverleners, zouden we ook graag meer en beter informeeld worden. En aan de andere kant, faciliteer de patiënt, kunnen jullie geen stappenplannen maken om het gesprek beter aan te gaan, de goede vraag, de goede woorden gebruiken, et cetera. Grotere bekendheid van SON, daar willen we graag aan werken, maar dat valt niet altijd mee met het hele beperkte budget dat we hebben. Dat is nou eenmaal, we zijn afhankelijk van onze donateurs, maar we doen denk ik al heel veel, maar we zouden nog veel meer willen. Informatie op maat aanbieden, echt voor iedereen. Wat wils. Hoe nu verder? De uitkomsten patiëntenonderzoek verwerken we verder in ons visiestuk. Dat gaan we ook met u delen later dit jaar. We willen daaruit een aantal speerpunten en prioriteiten vaststellen die voor de komende jaren gaan gelden. We zijn bezig met het samenstellen van een klankbordgroep. We hebben daar een aantal vrijwilligers voor benaderd. En samen met hun willen we nu om tafel gaan op basis van de uitkomsten. Wat gaan we doen en een top 3 maken wat we als eerste gaan aanpakken? Denk bijvoorbeeld aan die stappenplannen, hè, dat de patient empowerment, maar ook het samenstellen van een panel van geïnteresseerde huisartsen om ideeën te toetsen, want we weten hoe druk die huisartsen ook zijn en hoeveel ze al moeten en ook werkelijk zo met 200% hun werk doen. Alleen als je zoveel moet en zo druk bent en je ziet zoveel verschillende patiënten met zoveel klachten, hoe gaan we nou zorgen, wat kunnen we hen aanreiken dat zij makkelijker die klachten van de schildklieraandoening herkennen en ook erkennen en ook de patiënt op het juiste moment door gaan verwijzen. Dan gaan we mee aan de gang. En tot slot gaan we in gesprek met de schildklierpolies over onze visie. En wat we eigenlijk willen is een soort format aan gaan leveren voor een poli van wat wij graag willen is dat u de informatie op een bepaalde manier ook op de website heeft. Daarvoor gaan we teksten aanleveren. Dat u de patiënt op een bepaalde manier informeert. Hè? Wat ik net zei, bij de diagnose en de behandeling meteen informatie geven, veel informatie. Behandelopties naast elkaar laten zien, doorverwijzen naar SON, et cetera, et cetera. Dit zijn de eerste stappen. Mocht u suggesties hebben, vragen hebben, dan is dit het moment. Ik heb precies een uur volgepraat, geloof ik. Heeft er iemand een vraag? Ik heb even een vraag of deze presentatie ook gedeeld wordt met huisartsen. En of wij hem eventueel zelf ook mogen delen met de huisarts. Nou, dat is een goede vraag. Wat mijn angst is bij het delen van deze presentatie zonder de uitleg te horen, dat je altijd zo bang bent hoe iets, hoe de perceptie is van bepaalde uitspraken. Dus het delen met huisartsen, ja, ik, ik,
sta er niet meteen negatief tegenover, maar ik heb er ook nog niet goed over nagedacht. Caroline, hoe sta jij daarin? Ik denk namelijk dat het wel goed is als je kan laten zien dat zoveel patiënten dit ervaren. Aan de andere kant denk ik dat je er nog meer aan hebt als bij jou jullie een stappenplan of iets anders aan kunnen reiken, waardoor je sterker dat gesprek ingaat. Caroline, ben jij... Ik heb heel veel mensen in beeld, maar jou even niet. Hallo? Ja. Ja? Ben ik nu te verstaan? Ja, je bent te verstaan. Ja, nee, ik denk dat het wel goed is om een stuk te produceren wat inderdaad gedeeld kan worden met professionals. Ja. En in dit geval, ja, huisartsen ligt voor de hand. Dat lijkt me op zich een goede zaak. Maar dan kun je ook de nuance aanbrengen, ja, die we nodig vinden. Ja, ja, mee eens. Dus het is niet verboden, hoor. Zo wil je helemaal niet. Maar we moeten inderdaad kijken, waar heeft die huisarts ook het meeste aan en waar hebben wij als patiënten het meeste aan? Dus het voorstel, Caroline, is nu dat wij iets gaan maken wat gebruikt kan worden door een patiënt om mee naar de huisarts of andere zorgverleners te gaan. Is dat voldoende antwoord, Eva? Ja, dat vind ik helemaal super als dat komt. Dus prima, ja, dank je wel. Graag gedaan. Oké, dan zie ik een hand van Vincent. Ja, hierop aansluitend zou ik willen voorstellen om ook de huisartsgenootschap en de Vereniging Nederlandse Huisartsen en dergelijke hierbij te betrekken. Het voordeel is dat die dan de boodschap verder leiden en de huisartsen over het algemeen daar meer aandacht aan besteden als al die patiëntenverenigingen die hun gaan benaderen of al die kanalen waar ze informatie van krijgen, mede omdat ze het al zo druk hebben. Ja, dat vind ik een hele goede suggestie, Vincent. Ik ben ook blij dat jij deelneemt aan de klankbordgroep en dat we dit verder gaan oppakken. Ik weet dat jij al ervaring met deze groepen hebt, hè, met de huisartsen. Ja. Ja. En we gaan daar ook heel graag gebruik van maken van die ervaring. Want wat jij zegt is helemaal waar. Een huisarts zal iets wat door een medehuisarts wordt verteld, gedeeld, veel eerder serieus nemen en oppakken als de zoveelste patiëntenorganisatie die komt met informatie. Dus ook een hele, hele goede suggestie. Dankjewel. Ja, oké. Zijn er verder op dit moment nog vragen? Ons plan is dus om medio september, oktober, dat is moeilijk nog in te schatten, maar als we echt een stuk verder zijn, hè, met een aantal activiteiten ontwikkelen hieromheen, dat we wederom zo'n sessie gaan doen. Ik heb het zelf, ik kan moeilijk inschatten hoe u het ervaren heeft, want er is nog verder niet zoveel gezegd. Maar mocht u dit waarderen, deze manier, dan horen wij dat ook graag. En ik denk dat we het gaan voorstellen, in ieder geval voor geïnteresseerden, ergens in het najaar, om weer zo'n bijeenkomst te doen en dan verder te vertellen waar we met de klankbordgroep ondertussen staan en hoe we gevorderd zijn. Nou, dan denk ik dat we gaan afsluiten. Kijk nog even naar mijn twee collega's. Caroline, heb jij nog iets toe te voegen? Ik wil op één punt nog terugkomen. Dat is zeg maar het feit dat bij sommige vragen teruggekeken wordt in het verleden. We weten daar wel van dat het gemiddelde is, waarover men spreekt, dat 6 jaar geleden is. Dus zo'n vraag over van hoe is het besluit genomen over een bepaalde behandeling. Bijvoorbeeld blokken, replays versus titraten. Ja, precies. Ja. Dat moeten we goed realiseren. Dat kan een aantal jaren geleden zijn. Maar dat kunnen we nader uitzoeken. Daar hebben we data over dus. Dus dan kunnen we zien hoe het verloop in de tijd is. Ja, want onze ervaring is ook dat, ook al staat het in de richtlijn, in de medische richtlijnen, wil lang niet altijd zeggen dat dat ook zo gebruikt wordt. Dus het is voor ons heel goed om te weten of inderdaad alle behandelopties op dit moment ook door de zorgverlener besproken worden met de patiënt. En samen beslissen is zo ontzettend belangrijk. Ja, en dan heb ik nog een ander punt over het verschil tussen zeg maar de SON-groep en het panel. Dat met name op het punt van informatie dat de SON-groep aangeeft meer behoefte heeft over informatie over bepaalde onderwerpen. Maar dat het panel daar veel lager scoort. En ik denk dat dat ook zit in het feit dat de panelgroep, de mensen in het panel, veel minder op de hoogte is gewoon van informatie. En wat je niet weet,
zul je ook niet benoemen. Maar ja. De Zongroep, die wisten toen misschien niet, maar inmiddels door de jaren heen zijn ze wijzer geworden, zeg maar. En kunnen met terugwerkende kracht zeggen, van daar en daar had ik meer informatie over willen hebben. Dus ik denk dat dat... Ja, dat is belangrijk. Als je weet wat je mist, geef je dat aan. Als je niet weet wat je mist, zul je dat ook niet benoemen. Nou, dat heb je keurig kort samengevat. Dankjewel, Carolien. Suzanne, je hebt het technisch weer fantastisch gedaan. Ik krijg wat berichten in de chat over interessant, veel informatie, goed initiatief. Ga zo door. Dus dat zou ik nog even teruggeven. Fijn. Nou, dan sluit ik hierbij de informatiebijeenkomst af. Dan laten we weer van ons horen, uiteraard elke maand met onze nieuwsbrief. Maar zullen we hier ook weer berichten over naar u sturen als we meer weten wat er gaat gebeuren. En we gaan hard aan de gang met de klankbordgroep. En de deelnemers uit de klankbordgroep die hier vandaag zijn, bedank ik alvast dat ze weer geheel vrijwillig ons gaan helpen hiermee.